Maar wel nog eens hier. Gefeliciteerd. Wij hebben voor jou opgehaald bijna de 3000 euro. Zo! Binnen, volgens mij. Misschien dat onze ambassadeurs hierheen kunnen komen. Want dat is misschien wel leuk om even een foto te maken. Annelies? Mag ik even, excuus. Ja, ik ga het even overnemen. Nee, je wilt dat ik niet altijd ga hebben. Beste mensen, natuurlijk hebben jullie gezien wat Mary allemaal gedaan heeft voor de Benefiet. Wat ze allemaal voor elkaar heeft gekregen. Zijn allemaal stil van. En Akwin uiteraard. Maar jij bent vooral bezig geweest met de prijzen er zo allemaal op te halen. Ja, dat is geweldig geweest. En daar komt natuurlijk zo'n mooi bedrag uit. Maar ja, je bent niet alleen, net wat je zei. Er zijn een aantal ambassadeurs die zich inzetten. En ieder heeft zijn eigen kwaliteit en zijn eigen taken. Dus ik wil ze eigenlijk allemaal even naar voren halen, dat weet je ook al zei. Anko en Annelies. Peter. 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 Samir Samski. Wat is Peter? Peter. Peter is verdwenen. Peter zit in de wc. Ik heb hem nog zo gezegd, Peter, niet gaan plassen. Zenuwachtig, zeker. Goed, dan zal ik nog even kort iets vertellen over... Daar is hij. Oh, kom, Peter. Doe een schade even, kammer. Kom, Peter, we moeten zingen. Maar ze schijnen nog even. Moet ik harder praten? Harder, want anders ze horen het niet, schijnbaar. Okay. Nou, horen jullie het wel vanachter? Lieve ambassadeurs, jullie hebben mij al 5 jaar, en ik zeg mij omdat, ja natuurlijk, toen ik met de stichting Mascura bezig was, had ik op een gegeven moment hulp nodig om geld in te zamelen. Nou, er zit een lang verhaal en dat zal ik niet gaan vertellen, maar uiteindelijk kwam ik in Mary terecht. En Mary is degene die gestart is met de ambassadeurs. En zij heeft uiteindelijk de andere aangestoken, zeg maar. En ja, ze hebben een heel mooi team gevormd. Er is er één niet aanwezig, Esther, die wil ik zeker ook vermelden, want die was door haar hele drukke werkzaamheden niet in staat om te komen vanavond. Maar die is ons net zo lief en die doet het ook. Nee, die doet haar ook in zeggen. Nu had ik gedacht, ik wil jullie toch iets geven. En één daarvan is natuurlijk de ambassadeur van het jaar. Wil ik nu introduceren. Ik heb een tip gehad van iemand van jullie. En ik had al het plan om zoiets te doen, dus dat kwam heel mooi uit. Dus wie kan je nou beter als ambassadeur van het jaar benoemen dan de dame die nu hier in de set staat? Dus natuurlijk ga ik benoemen en ik heb gezorgd, natuurlijk, ik ga geen geld uitgeven wat jullie al hebben opgehaald. Ik heb het gevraagd om het mooiste boeket wat ze kon maken, Flowers & Friends uit Hulst, heeft dit gesponsord voor onze ambassadeur van het jaar, Mary. Dankjewel. En daar hoort natuurlijk ook een oorkonde bij. En Annelies, ja, je zult wel zeggen, dat ziet er een beetje amateuristisch uit. Maar ja, ik kon jou natuurlijk niet vragen, want Annelies, dames en heren, dat is degene die al onze uitingen doet met haar team. Ook een applausje ervoor, want ja, en zij doen het ook belangrijk. Dus ik heb heel erg moeten tossen van lieve wordt ambassadeur, dat snap je wel. Maar Annelies, dat heb je ook volgend jaar gebeurd, hè? Maar goed, eventjes dus de oorkonde die ik zelf gemaakt heb. Oh. Het gaat om het idee. Kijk, zelfs met mijn fotootje erop. Fotootje heb ik genomen van je. Ik denk dat staat, vindt ze zichzelf goed opstaan. Dit is van je mobiel. Super, dankjewel. Okay? Dat vind ik wel heel erg mooi. Dank jullie wel allemaal. Maar ik ben nog niet klaar. Want natuurlijk, kijk, Mascura, ik ben, zoals u misschien wel of niet weet, ik ben nu een stapje terug gaan doen, omdat ik 65 ben geworden. En ja, er komen gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers die gaan mij helpen of min of meer aflossen, want ik blijf nog een paar jaar vrijwilliger op de afdeling. En die mensen gaan ervoor zorgen dat geld goed besteed wordt, wat jullie hebben opgehaald. Maar ik wil natuurlijk ook de mensen die mij altijd goed geholpen hebben, die wil ik
bedanken. En ik dacht, hoe moet je dat nou doen? Want deze mensen, dat zijn echt allemaal mensen, ja, daar kun je eigenlijk niks voor verzinnen of ze hebben het al. Dus wat is er nou toeval? Ik heb twee nieuwe vrijwilligers, die kent u misschien ook. Dat is Martijn Broekhaart uit Hulst, dat is die nieuwe cabaretier. Nou, die wordt vrijwilliger bij ons, dat wil ik wel zeggen. Super. En dan heb ik nog, hoe heet ze ook alweer, dan ben ik even de naam kwijt, van een Omroep Zeeland. Oh ja, Elsa van Hermel wordt ook vrijwilliger, dus die gaat ons meehalen om promotie te maken. Maar dan had ik gedacht, ik ga al deze mensen, en dat doe ik op persoonlijk dienst, dat ga ik niet van Mascura doen, dat betaal ik uit eigen zak, omdat ik vind dat jullie dat verdienen. Jullie krijgen bij mij allemaal een gratis toegangskaart voor het eerstvolgende optreden van Martijn. Ik denk dat die twee dingen koppelen aan elkaar. En dan gaan we met z'n allen naartoe, ik denk dat dat leuk is. Dus ik heb voor allemaal... Superleuk. Ik ga met jou weer heen, dat is een leven. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Annelies, voor jou ook. En hij komt erbij als ja, de rechterhand van de ambassadrice. Hey. Applausje voor Adler en zijn team die geweldig wel een maaltijd voor ons bereikt hebben. En nou is het zo dat Stichting Mascura toch wel heeft groeien natuurlijk. Hebben we ook behoefte aan nog wat meer ambassadeurs om het werk voor hen een beetje lichter te maken. En we hebben gelukkig een hele goede gevonden. En ik wil vragen of de nieuwe ambassadeur, Sylvia, of die naar voren komt om zich even voor te stellen. Goed, mijn naam is Sylvia Bogaert. Kunnen jullie nog staan zo? Ja hoor. Goed, mijn naam is Sylvia Bogaert. Ik ben ook geënthousiasmeerd door Mary om als ambassadeur aan de slag te gaan bij Mascura. Samen met Fred, mijn man, hebben wij de glasvezelspecialist altijd ontzettend druk gehad. Nu wat meer tijd voor onszelf en dat wil ik op een goede manier in gaan vullen. Onder andere door actief te zijn voor Mascura. Super! Heel fijn dat je ons team wilt gaan versterken, Sylvia. En ja, goed, het is ook heel leuk, want de vergaderingen zijn meestal een etentje. Dus ik denk dat je dat ook niet vervelend vindt. Ja, okay. Nou, dan rest me ook natuurlijk het bestuur nog te bedanken. U hebt al gezien, Samir is een van de drie bestuursleden die op dit moment actief zijn. Daarnaast hebben we Frank van Driessen nog, die is helaas door ziekte geveld. En Jolanda Herman, die woont aan de overkant en die had daar met haar... Hoe zal ik zeggen, met de werkgever een uitje deze avond. Dus ja, dat was een beetje lastig kiezen. Dus ook deze mensen bedankt voor hun inzet. En dan natuurlijk de nieuwe vrijwilligers. Die mensen die zijn er vanavond niet op 1A. Angelique, die wil ik ook even welkom heten. Angelique. Dat zijn de mensen die ons dus, die mij gaan helpen. Of tenminste, de stichting mee gaan uitbouwen. En dus ook een klein applausje voor de nieuwe vrijwilligers. En dan wil ik Anko nog eventjes het woord geven, want jij hebt ook nog iets te vertellen, geloof ik, Anko. Mark, we willen natuurlijk nog geen afscheid van je nemen. Dat gaan we ook zeker niet doen. We kunnen je ook helemaal niet missen. Zoals alle ambassadeurs, die moeten natuurlijk allemaal in de gelederen blijven. Ik ben zelf voorzitter van de stichting Fund & Business. Dat is een businessclub. Zowel Zeeuw-Vlaanderen als de Beveland Walcheren. En we hebben een bedragje bij elkaar gekregen om dit bedrag nog een beetje te verhogen. Wout komt er even bij, dan kunnen we even het bedrag tonen wat wij aan de Stichting Mascura gaan doneren. Wout, laat het bedrag maar zien. We hebben 1000 euro van de Stichting Mascura. Dus de avond, we
bijna 4000 euro. Dat is echt fantastisch. En allemaal hartstikke bedankt. Dus Mark, je moet zeker niet weglopen zien, want we zijn echt wel goed bezig. Dus we gaan gewoon door. Bedankt. 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 Graag gedaan, Mark. Dan moet ik nu zeggen van Akwin dat het buffet geopend is. En dat we per tafel vragen of jullie langs willen lopen. En ik geef het podium weer aan Soul Food. Ja, dat zijn weet je, maar...